Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we dinsdag. Vandaag zijn we 10 mei en vanavond is het dus de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Ik probeer al even verschillende boekenrecensies te schrijven, maar ik kan mij niet zo goed concentreren en er komt ook niks echt creatief uit mijn vingers. Dus ga ik foto's bewerken en ga ik aan mijn website werken. Ik ben al bijna 2 uur bezig met het aanpassen van 2 pagina's op mijn website. Dus, en ik heb tijdens de testronde op het einde gemerkt dat er nog iets niet klopt. Dus, maar ze staan nu al online, dus ga ze bewonderen. Hallo, ik ben in de winkel. Daarstraks keek ik even naar Glee en op de fiets realiseerde ik dat ik overmorgen jarig ben. Oh, ik heb net een e-mail gekregen van iemand die voor het laatste nieuws werkt in de regio West-Vlaanderen. En hij heeft mij een mailtje gestuurd in verband met een artikel van mij plastic vrij. En daar ga ik zo meteen op antwoorden. Het is bijna 6 uur. Straks heb ik een afspraak om bloed te krijgen en doneren. Toen ik... Ja, elke keer als ik mag, dus ik denk dat het om de 3-4 maanden is. Het enige dat ik een beetje schrik voor heb, is dat ik de mijn resultaten terug gaan komen en dat ik ijzertekort heb. Want allee, ik pak wel ijzerpillen, omdat het voorlopig niet lukt om met mijn voeding alleen mijn ijzer op peil te houden. Maar deze week is mijn menstruatie en dan is mijn ijzer sowieso al lager dan anders. Ondertussen hebben we een toffe accessoire. Dat is lang wachten vandaag. Ik moet echt een keer proberen om op minder drukke momenten te komen. Het is 20:08 en ik ben thuis. Ik was namelijk vergeten dat vanmiddag mijn ik was vergeten vanmiddag mijn sleutel mee te brengen. Dus moest ik nog even langs het werk van mijn zus rijden om haar sleutel op te halen. Dus minpunt voor mij. Tijd voor het Eurovisie Song! Ik heb naar het Eurovisie Songfestival gekeken tot naar Nederland en nu ga ik slapen. Dus welkom kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder en dan zie ik jullie morgen weer. Doedels!